Engelen bestaan nog in The Christmas Box. Vrijdag bij RTL 4. Er zat een behoorlijke hoeveelheid explosieven aan boord. Goedenavond. Vanavond en morgenavond praten we over het nieuws van het afgelopen jaar. Niet over al het nieuws, maar wel wat wij van de RTL Nieuwsredactie tot het belangrijkste hebben bestempeld. We kijken dus terug. We vragen ons af of de tijd alle wonden heelt en of de tijd zoveel afstand schept dat we de zaken nu misschien beter kunnen beschouwen als toen ze plaatsvonden. Aan tafel bijvoorbeeld Annemarie Jorritsma, minister van Economische Zaken. Wat is het nieuws van het jaar voor u? Nou, aangezien we het leed waarschijnlijk en de grote vreugde nog wel krijgen, hou ik het grootste nieuws bij, omdat het ons waarschijnlijk nog jaren bezig zou houden op het feit dat we waarschijnlijk geen tekort meer hebben. Dat is heel mooi wat? Nieuws. Geen financieringstekort meer hebben. Dat vind ik heel mooi nieuws. Want dat betekent dat we eindelijk niet meer op de pof van onze kinderen leven. Dat vind ik wel mooi. Publicist en historicus Maarten van Rossum, wat is voor u de blunder van het jaar? De start van de Kosovo-oorlog, dat de NATO daarin gestruikeld is en niet voorzien heeft hoe dat precies zou lopen. Het is tenslotte allemaal goed afgelopen, godzijdank. Maar ik vond de start uiterst zwak. Okay, we komen over dat Kosovo straks nog te spreken. Cabaretier Vincent Bijlo, jij bent blind. Hoe onderscheid jij het televisienieuws? Veel luisteren, zappen en heen en weer gaan. En met name naar buitenlandse stations luisteren die ik niet kan verstaan. Want...